Een getwitterde foto van burgemeester Robine Buis levert het bewijs. De naam van pastoor Gerardus Cox uit Mare is in een muur in Jeruzalem gebeiteld. Dit hoort bij de Yad Vashem-onderscheiding, die hij eind vorige maand postuum kreeg uitgereikt. Dit omdat hij in de Tweede Wereldoorlog het leven van Yeti Mok, een joods meisje, heeft gered. De muur staat in een park gewijd aan de Yad Vashem, oftewel rechtvaardigen onder de volkeren. Dit is een eretitel die de staat Israël geeft aan niet-joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. De in 1978 overleden Maaretse pastoor staat in het rijtje van 2012. Het officiële besluit dat hij de onderscheiding zou krijgen was toen namelijk al genomen.